aantal weken geleden hadden we een video geplaatst waarin wij zure matte ijsjes gingen maken met vodka. En daar hebben wij zoveel positieve reacties op ontvangen dat wij vandaag nog een volwassene ijsje gaan maken, namelijk gin tonic ijsjes. En het is echt super simpel, maar het smaakt zo goed. En vandaag vertellen hoe je dat precies maakt. Kijk maar eens mee. Hiervoor nodig een komkommer, gin, tonicwater en ijshoudertjes. Het is eigenlijk heel erg makkelijk. Je gaat de komkommer in twee verschillende vormpjes snijden, zodat het er leuk uitziet als het straks is bevroren. En ja, dat ga ik jullie nu laten zien. Wel uit met de hoeveelheid alcohol die je in het glas doet, want hoe meer alcohol er in het glas zit, hoe langer het duurt voordat het bevroren is en dus een ijsje wordt. Oké, dip it. Dip it. Nou, ze zitten een beetje vol, het is er een beetje overheen gelopen, maar dat mag de pret natuurlijk niet bederven. Nu is het tijd om het te gaan invriezen en dan komen we zo meteen met jullie terug om te kijken hoe het smaakt. Oké, dus we zijn nu één dag verder, de ijsjes zijn goed bevroren en nu is het tijd voor het leukste gedeelte, we gaan ze namelijk testen. Zoals je ziet, zie je de komkommer zie je er heel mooi doorheen. Het geeft een best wel leuk effect. Oh, wauw. Ik moet je heel eerlijk zeggen, ze zijn wel een beetje sterk. Wat vind jij ervan? Heerlijk. Maar iedereen die van gin tonic houdt, die zal het ijsje zeker gaan waarderen. En ik zou zeggen, maak het thuis en geniet ervan op deze warme dagen. En vond jij deze video nou handig? En ga je dit zelf ook uitproberen? Of wil jij gewoon iets weten wat wij in de toekomst voor jou kunnen doen? Laat ons weten in de reacties. Geef even een duimpje omhoog. Abonneer je op ons kanaal. En dan zie ik jou de volgende keer bij een nieuwe video. Dat is handig!